goed. Goedemiddag, belangstellende kenners, professionals, hoofdredacteuren, bestuurders, directeuren. Alle geïnteresseerd in het afronden van deze discussie over de toekomst van AT5. Ik ben voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en ben dus formeel uw gastheer. En ik schud u graag de hand na afloop. Met velen heb ik dat al gedaan. Ik zal een paar discussies leiden. Ik deel dat samen met Mildred Roethoff, die overigens een mooie begincarrière heeft gemaakt ooit bij AT5. En nu een fantastisch mediabureau leidt. De Kunstraad brengt volgende week een advies uit over de lokale media in Amsterdam. Waarbij de vraag is hoe je een onafhankelijke, hoogwaardige nieuwsvoorziening in deze stad kunt organiseren. Het Parool is daar al op vooruit gelopen. Het is mijn verantwoordelijkheid dat advies al af is. Dat wil zeggen, dat was de suggestie die ik mede gewekt heb. Dat is nog niet zo, want juist de opmerking die wij vandaag weer horen, verwerken wij in dat eindrapport. En daar ben ik samen met Guikje Roethoff hier op de eerste rij, onze algemeen secretaris, sta ik daar garant voor. Er is natuurlijk een complexe achtergrondsituatie. De omvorming van de provinciale omroepen naar een centraal aangestuurde regionale publieke omroep. Ik vraag me wel eens af, in Nederland zijn we niet uitgeorganiseerd. Maar goed, er komt een RPO die naast de NPO in Hilversum een coördinerende taak krijgt over de regionale omroep als een soort back-office, waardoor je kosten kan besparen en die regionale omroepen kan versterken. En daar zou ook een AT5 in hoge mate van kunnen profiteren. En dat is ook precies wat wij beogen te zeggen. In die nieuwe structuur wil de Kunstraad graag zien dat AT5 een zelfstandige partner wordt. Zoals je Radio Rijnmond hebt, TV Rijnmond, zeg maar Mediahuis Rijnmond en Mediahuis West. Met een eigen budget dat een veelvoud is van de huidige 2,8 miljoen die de zender nu jaarlijks ontvangt. Overigens is er wel een compliment van toepassing op het Mediahuis Noord-Holland. Omdat die in wezen voor een deel de aanvullende financiering voor AT5 voor hun rekening hebben genomen. En daar moet je ze gewoon voor bedanken en mee complimenteren. De ellende rond de financiering van AT5 is altijd geweest dat de lokale overheid dacht en zei in eerste instantie, oh, dat kan een commerciële zender worden. Gewoon dat kan zichzelf bedruipen. Daar zal Fons van Westerlo later nog wel wat over zeggen. Door reclameinkomsten. Dat is natuurlijk complete kwatsch. In die beginfase deden dus nog grote uitgevers mee, zoals de Perscombinatie. Die hebben op een gegeven moment voor 1 cent hebben ze hun aandelen verkocht, want ze hadden natuurlijk alleen maar schulden. Toen is er een weerwar van subsidiemomenten geweest van AT5 door de gemeente. En het grote probleem is, in tegenstelling tot het Rijk, dat de gemeente op verschillende momenten het moeilijk vindt om haar eigen criticaster te financieren. Daar komt het in het kort op neer. Maar waarom dat dan landelijk wel kon, dat is mij altijd een raadsel gebleven. Wellicht zullen we daar vandaag nog over hebben, maar niet te lang. De Kunstraad wil graag een lokale omroep met genoeg middelen om achtergrondprogramma's te maken over sociale, culturele, sociaal-culturele, economische ontwikkelingen in de stad. Een modern mediahuis waar Amsterdamse talenten hun eerste stappen zetten op televisiegebied. Ik heb Mildred al genoemd. We weten natuurlijk altijd dat Sascha de Boer groot is geworden bij AT5. Rick van den Westerlaak, dat Fons van Westerlo ervoor gezorgd heeft dat Theo van Gogh echt goed bekeken werd op de Amsterdamse televisie via AT5. En niet te vergeten Tom van Rooyen, ook veel bekeken in Amsterdam en laterhand overgestapt naar SBS. Nou, daar gaan we met allerlei verschillende mensen over praten. Dat ga ik niet toelichten, want u kent het programma een beetje. Ik draag nu met groots genoegen en plezier, en ik hoop dat u dat ondersteunt met een groots applaus, de microfoon over aan Mildred Roethoff. Dank u wel. Ik hou het nu even kort, want er gaan zo heel veel gesprekken plaatsvinden. En dan is het altijd goed om te weten waar hebben we het eigenlijk over. Een stuk geschiedenis over AT5. Laten we even kijken naar een compilatiefilmpje. Het is 1992. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden over een autoluwe binnenstad.
Een vliegtuig van El Al stort neer in de Bijlmer. En Ajax wordt niet alleen landskampioen, maar wint ook op een slof en een oude schoen de UEFA Cup. Niet alleen de voetbalwereld is veranderd, ook de journalistiek is in de afgelopen 25 jaar een nieuwe fase ingegaan. Tegenwoordig is AT5 een innovatief journalistiek mediabedrijf. Maar in 1992 was men al trots om als traditioneel tv-station van start te gaan. Hey, is Erik al uitgenodigd? Heeft u iets te vieren omdat u trouwt, omdat u afscheid neemt als directeur of omdat u 80 wordt? Vergeet dan niet de zanger Erik Bekes uit te nodigen. Schrijf naar AT5, postbus 3976 in Amsterdam. Dit is Jet van der Meij en ze heeft vanmiddag haar eerste live programma gehad. Het was natuurlijk heel eng, hè, Jet? Ja, dat was ontzettend eng. Wat ging er allemaal door je heen? Het belangrijkste wat ik dacht was van ik moet zorgen dat ik heel rustig me lekker blijf voelen. En dat ik me niet door alle opwinding laat afleiden. Burgemeester 1 zegt, van Noordholt heb ik geleerd, dat is heel belangrijk voor bestuurders en politici. Zeg wat je vindt en ga niet schippen. En zeg het ook. Dat gold dus ook voor Noordholt zelf. U vond dat toch eng dat hij af en toe dingen zei waarvan u dacht, dat is niet handig. Dat is gewoon zo. Bent u bang voor de laatste 2 dagen een konijn uit de hooghoed, bijvoorbeeld een kok die oproept aan het volk, deze gevaarlijke playfiguur, ik citeer Bolkestein, mag het niet worden, of dat er ineens de Telegraaf komt met een of andere smeercampagne over uw seksleven, zoiets. Bent u daar nog bang van? Nee, ik ben er niet bang van, want als het gebeurt, gebeurt het. Ja, hij moet zich aan de wet houden, maar deze mensen houden zich niet aan de wet. Moet een wethouder dan niet juist ingrijpen? Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. En waarbij nog inderdaad nog maar weer de vraag is van, heeft hij nou precies de bevoegdheden daarvoor? Wat is voor u een heel hard punt? Ik denk over armoede. Meneer Van Rooyen, het is überhaupt een beetje vreemd om 2 dagen voor de verkiezingen erover te gaan praten met wie we na de verkiezingen, na december... Het is niet vreemd, want ik vraag het. Meneer Van Rooyen, u moet mij even uit laten praten. Het is niet vreemd, want ik vraag het en ik stel hier de vragen. Ik ga u en ik stel antwoorden geen vreemde als u mij vragen. Eerst even u gaat laten... nog geen antwoord geven. U staat boven de partijen. Ik ga u een paar antwoorden geven. Nee, niet een paar. U gaat mij 1 antwoord geven. Maar ik vind dat u nu even niet er doorheen moet schreeuwen. De kiezer wil het weten. Meneer Van Rooyen, u schreeuwt me raak. En als u mij aan het woord wil laten, zult u nu even uw mond moeten houden en mij de gelegenheid bieden om antwoorden. Ja, maar dan moeten we ook antwoorden. Ik wil antwoorden. Ja. Ontvoeringszaken in Nederland zijn tot nu toe altijd opgelost. Dat betekent dat de daders altijd gepakt zijn. Het was een waarschuwing aan potentiële kidnappers. En hoge straffen horen daarbij. Wij willen mensen ontmoedigen om op deze manier, op een criminele manier, ook aan geld te komen. Zeg, lees het even, dan weet je opeens een heleboel. Ja? Dan hoef ik het hele interview niet meer. Jawel, dan kan ik het nog navertellen, maar dan weet u iets. Dan kunt u ook naar aanleiding daarvan vragen stellen. Kent u de buren? Ja, dat is een ding. Ik leef er helemaal voor. Want ik heb een kunstknie gekregen. En dan heb ik bijvoorbeeld een lampje. En dan 3 keer, dan komen ze van de toverkant hier naartoe. Vreedzaam taxiprotest loopt toch uit de hand. Goedenavond. Het protest van honderden taxichauffeurs in het centrum van de stad loopt uit de hand. Vanaf het Centraal Station liepen de chauffeurs aan het begin van de avond in een optocht naar de Warmoestraat. Daar probeerden ze het politiebureau binnen te dringen. De ME voerde charges uit. Er zijn 200 chauffeurs in de Warmoestraat. Ze staan hier massaal voor het politiebureau en de vraag is u wat ze gaan doen. Hele mooie uitvoering is dit. Dames en heren, welkom in Café Schiller, welkom in de vooravond. Straks komt Gerda Havert op, ze is hier en ze ziet er. Ja, nou, echt, heel ja. Maar eerst gaan we praten met Terts Brinkhof. Jij bent artistiek directeur van de Parade. Ja. Nou, de parade kennen we. Zomer kunnen we daar lekker heen. Nu komt er een, ik zat even voorhouden, ik heb het net van je gekregen, een winterparade.
Eine Winterparade. Jan Mulder is columnist om de dag op de voorpagina van de Volkskrant. En ook deze columns zijn gebundeld samen met Remco Kampert. Ik hou het maar even omhoog. Maar nog bekender is Jan Mulder waarschijnlijk als deskundige in het programma Barend en Van Dorp. En daarom zou ik graag willen beginnen met de vraag, Jan Mulder. Wat is jouw nieuws van de dag? Ja, ja, je zegt niet dat je de miet hebt zien, kunnen zien aankomen. En er is nieuws, Jan. Ja, ja, nee. Ik heb het totaal niet gevolgd. Ik kom uit België. En dat is nooit nieuws. Nee. Dat wil zeggen, ik was trots op België. Maar moet je wel een standpunt in zaken de oorlog. Ach, houd toch op. Vind je niet? Ach, nee, vind ik helemaal niet. Geweldig. Vind ik een heel slap standpunt. Nee, sterk standpunt. Heel slap standpunt. Sterk standpunt. Geen wankelmoedig standpunt, maar een standpunt. Peter Haven, mag u wat vragen? Gaat u zakelijk uw aftreden bekendmaken als ROA-bestuurder? U wil daar helemaal niets over, u wil geen enkele verantwoording afleggen voor het verleden. Verantwoording leg ik af aan de gemeenteraad, daar ben ik toe bereid. Maar daar hoeft u nu geen verantwoording meer af te leggen? Nee, dat is een vraag. Maar waarom moet u niet via Aventijn wat meer zeggen? Nou, ik zie jullie morgenochtend, dat heb ik weer in mijn weekse interview. Ik ga morgen met vakantie. Deze kwestie is voor u toch niet zo prettig, meneer Partij? Nee, helemaal niet. Oh joh, ik kan met alles leven. Ja, dan mag best wel een applaus voorkomen. In Vogelvlugger een hele mooie compilatie over de geschiedenis van AT5. En wie daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in heeft gespeeld. Misschien wel de belangrijkste rol. Anders hadden we hier niet gestaan. Dat is meneer Fons van Westerlo. Hartelijk applaus. Als u zo kijkt naar deze compilatie, wat is dan het eerste wat u denkt? Wat een geweldig talent zit er bij AT5 en zat er bij AT5. Het is ongelooflijk. Als je het ziet wat er allemaal zit en wat er langskomt, hoe mooi het en leuk het gemaakt is. En ook moedig trouwens. He, ook achter de politici aan om vragen te stellen die gevraagd moeten worden. En dat weten we inmiddels allemaal natuurlijk. Heel veel gezichten die we voorbij hebben zien komen, die zien we allemaal terug in Hilversum. Maar eigenlijk zou ik willen stellen van zonder u was er geen AT5 geweest. Hoe was dat in het begin? Dan gaan we terug naar 1992. Fantastisch, want AT5 was er natuurlijk al toen ik kwam. Fijker Salvada was de eerste hoofdredacteur. Dat was een hele bijzondere man trouwens. Hij had een bed staan in een klein kamertje naast zijn eigen kamer. Maar het was geen gespreid bed waar u in terecht kwam? Nee, zeker niet. Want Fijker had bepaalde ideeën over hoe AT5 moest worden ingericht. En wat mij verteld werd, ik denk dat het waar was. Hij had verordeneerd dat als een verslaggever in de buurt van het gemeentehuis zou komen, dan werd hij ontslagen. En als een verslaggever zou gebruik maken van de Amsterdamse grachtengordel, werd hij ook ontslagen. Nou, toen is Adschra van Sander nog even ertussenin geweest, heel kort. En toen mocht ik het doen. Ik heb precies alles omgedraaid. Ik zei, 1. Wie niet in de buurt komt van het gemeentehuis, van het stadhuis, is ontslagen. Want kijk. Dat is de taak natuurlijk die we in eerste plaats hebben, het nieuws. Het belichten van het nieuws en het kritisch volgen van degene die over ons gaan, zal ik maar zeggen. En in de tweede plaats, wat een feest om in Amsterdam een zender te hebben met zoveel talent in de grachtengordel weliswaar. Alle namen kwamen, er kwamen een paar langs, maar Ischa Meijer, natuurlijk Theo van Gogh, was fantastisch. En wat leuk was in het begin, dat Theo van Gogh werkte niet bij AT5. Dus toen bekend werd dat ik de directeur, hoofdredacteur van AT5 werd, zei iedereen, god, dan kom je te werken bij die zender waar Theo van Gogh zit. Maar Theo zat bij Salto. Die zat helemaal niet bij AT5. En dat begon me knap te irriteren, dus ik belde Theo. Ik kende hem helemaal niet toen, hè. En ik zei, nou, ik zou eens graag met je willen praten. Dus Theo kwam langs. En ik zei, Theo, zou je willen overstappen naar AT5? Waarop Theo zei, waarom zou ik dat doen? Dus ik vertelde hem dat ik van die irritatie af wilde. Waarop Theo de onvergetelijke woorden sprak. Ik heb een veel betere reden waarom ik dit ga doen. Heb jij je secretaresse wel eens gezien? En dat was Wendy. En dat was een heel mooi meisje. En Theo dacht, die wil ik wel elke dag zien. En dat zijn natuurlijk fantastische anekdotes. Maar u kwam natuurlijk met een bepaald doel bij AT5. Want u had een hele mooie baan daarvoor. En u bent naar AT5 gegaan. Waarom was het voor u zo urgent en relevant? Nou, het was om waar te zeggen, ik had een hele mooie dure baan bij wat toen PTT Telecom heette, wat tegenwoordig KPN is. Bij Bent Verwaaien deed ik communicatie, internationale communicatie voor grote bedrijven, zette ik op. En ik was daar zeer ongelukkig. Het was wel heel uitdagend, zeg je nou altijd, maar ik was er niet gelukkig. En toen belde mijn broer Ed, die hoofdredacteur van het NOS Journaal was. En die zei, god, er is een baan bij, vrij bij AT5, maar dat ga jij natuurlijk niet doen, want dat levert geen cent op. Nou, als ik de grote levensles ook aan jongeren overdraag,
zet je geluk altijd boven het geld. Moet je ook wel een vrouw hebben die dat accepteert, zeg ik altijd. Maar ik ging echt gewoon van een salaris, ik zal het maar niet noemen, het was echt verschrikkelijk veel, naar een halve stuiver. En het, dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb er nooit spijt van gehad. Omdat het A was het natuurlijk ook belangrijk werk bij AT5. Ik heb echt altijd gedacht, in een grootstedelijk gebied dient een krachtige televisiezender te zijn. En dat die televisiezender moet zich in de eerste plaats, maar echt in de eerste plaats, op nieuws en achtergrond richten. Al het andere komt er wel bij. Als er nog geld is, dan kun je ook nog wel wat, laat ik zeggen, leuke dingen doen voor de mensen. Maar bedenk wel dat als je een lokale zender, of een grootstedelijke zender, dus ook meer dan een lokale zender, AT5, bedenk wel dat je natuurlijk niet tegen Hilversum kan opboksen met allerlei type programma's waar miljoenen aan worden uitgegeven. Je zult steeds moeten denken, wat kan ik met de beperkte middelen die ik heb bereiken, met name op het gebied van informatie en achtergronden. Maar dat is u heel goed gelukt met beperkte middelen AT5 neerzetten. Kunt u een beetje schetsen van waar u tegenaan loopt en hoe u dat creatief oploste? Ja, dat was echt bijzonder, want het was natuurlijk toen ook al weinig geld. Dus nou ja, daar moesten we mee leven. Maar het voordeel was natuurlijk dat ik, wat ik net vertelde, dat ik de deur opende voor het talent in Amsterdam. Nou, Braakhekker kwam drie kookprogramma's doen voor 250 gulden. Theo van Gogh deed het ongeveer voor een halve cent. Ischa Meijer, een paar prachtige praatprogramma's. Nou, hij kreeg er natuurlijk wel wat geld voor, maar het was eigenlijk niks. En we konden ook met droge ogen konden ze dat ook vertellen. Want zelf verdienen we ook niks. Namelijk, of althans, nagenoeg niks. Dus ik denk toch dat dat een van de doorbraken was. Het heeft wel op een kantje na is AT5 toen overleden. Het Parool, de perscombinatie, was een belangrijke aandeelhouder in die tijd. En ik zat er nog in drie maanden of de commissaris namens de perscombinatie Jan van Ginkel. Die zei, nou Fons, ik heb slecht nieuws voor je. We gaan de plug uit de AT5 trekken. En dan zit u net... En ik had net een mooie baan opgezet. Maar goed, ik schrok er natuurlijk wel van. Ik zei, nou dan moet ik Kees Smaling spreken. Toen president van de perscombinatie. Nou, Jan had er een beetje moeite mee. Zei, nou, ga je langs me heen en zo. En toen kwam ik Sietse van de C tegen, die de hoofdredacteur van het Parool was in die tijd. En Sietse zei, woensdagmiddag komt Smaling altijd bij mij een whisky drinken en een kemmeltje roken. En dan kan je gewoon wat binnenwandelen. Nou, ik heb Van Ginkel gebeld en die zei, nou, dat is prima, dat vind ik wel, dat kan wel. Ik kwam daar binnen en ik heb echt, ik denk, een uur staan oreren tegen Smaling dat AT5 behouden moest worden. En dat het belangrijk was voor het grootstedelijk Amsterdamse gebied. Want wat waren uw argumenten toen en gelden die nu ook nog? Die gelden misschien nog wel meer nu dan toen, denk ik. Omdat uiteindelijk zie je toch, Amsterdam valt het met het Parool natuurlijk nog wel mee. Maar je ziet natuurlijk wel een enorme versraling van de lokale pers. Dus de functie van een lokaal grootstedelijk station is, ik denk, nog belangrijker dan toen. Ja, toen toch nog wel het nieuws van de dag had je, de Telegraaf had nog een Amsterdamse krant, Tijd had, De Nieuwe Dag, nou, die zijn allemaal verdwenen. Dus ik denk dat de functie nog steeds zo belangrijk is. En het is, wat ik zeg, het is natuurlijk altijd schipper geblazen met het geld en ik begrijp dat het nog steeds zo is. Dus laten we hopen dat de Amsterdamse kunstraad een heel mooi advies gaat uitbrengen. Maar als u nu kijkt naar AT5, we leven in een hele andere tijd. De toekomst, hoe ziet u die voor AT5? Nou ja, de toekomst is natuurlijk snel aan het veranderen. AT5, want dat volg ik nog wel hier en daar, is natuurlijk wel behoorlijk aan het excelleren, ook op het gebied van de nieuwe media. Dat moet ook. Je ziet natuurlijk wel dat lineaire televisie langzaam maar zeker is, met name natuurlijk bij jongeren, ook in Hilversum. Hè. Dat is echt onderhand vanuit Hilversums optiek schrikbarend wat er aan de hand is. Langzaam maar zeker toch zich aan het afwenden is van lineaire omroep. Dus ik denk dat de toekomst natuurlijk toch nog wel blijft liggen gedurende enige tijd gewoon bij wat je 's avonds aan nieuws krijgt via je televisie. Maar zeker ook via de moderne media, waar AT5 vind ik echt steeds beter in wordt. Ja, want AT5 en social media, dat is natuurlijk gewoon enorm sterk op internetgebied. Ja, dat is zeker zo en dat moet ook. He, want daarmee bereik je natuurlijk ook maar dat kost ook geld, hè. Moet je niet net doen alsof dat allemaal gratis is. Daar heb je ook mensen voor nodig die het maken. Heb je ook mensen voor nodig die weten waar ze mee bezig zijn. En je hebt, denk ik, ook nog wel gedurende een behoorlijke periode lineaire televisie nodig om mensen er ook naartoe te jagen. Ook ouderen, laat ik zeggen, het inspireren om daar naartoe te gaan. Zoals jongeren natuurlijk vanzelf daar naartoe gaan. Nou, mooi verhaal. Ik kijk even naar de zaal. Is er iemand die misschien een vraag wil stellen aan meneer Van Westerlo? Nee, niemand? Nee, nou dan wil ik toch nog aan u een vraag stellen. De toekomst, waar moet AT5 zich echt op gaan focussen volgens u? Ik bedoel, u loopt al heel wat jaren mee natuurlijk. Eigenlijk dat na al die jaren nog precies hetzelfde doelstelling is. Nieuws en achtergronden, daar moet je op focussen.
Wat speelt zich af in de gemeenschap waar je uitzendt? Wees daar kritisch, maar niet alleen kritisch. Als er goede dingen gebeuren, onderschrijf ze en stimuleer ze. Dus ik denk dat, en in Amsterdam gebeurt zoveel, dus je hoeft niet erg na te denken elke dag over onderwerpen. Want het is meer nee zeggen dan ja zeggen in Amsterdam. Nee, de verhalen liggen op straat, om het maar zo te zeggen. In Amsterdam en de grootstedelijk Amsterdam zeker wel zeggen, ja, tuurlijk. En dan toch nog even één ding, want u bent ook altijd een man van het geld geweest. Nog advies of tips verder? Nou ja, er werd net ook even vermeld. Kijk, het is natuurlijk een misverstand dat een zender als AT5 van de commercie kan leven. Dat is echt onzin. Wat je wel zou kunnen bedenken, je bent echt afhankelijk van of subsidie of andere soorten bijdragen. Wat je wel zou kunnen bedenken, ik ben er één keer heel dichtbij geweest toen ik baas van SBS was, om samen met John de Mol SBS te kopen, tussen aanhalingstekens. En ik ben toen naar John gegaan en ik zei, we moeten één ding afspreken. Als we het doen en als SBS het wil, AT5 het wil, dan doen we het niet om geld te verdienen. We doen het als talentbank, ook om een stukje bij te dragen aan de informatievoorziening in de grote stad Amsterdam. En daar voelde hij wel wat voor. Alleen helaas, het bestuur in de tijd wilde toch liever publiek omroep blijven. Maar ik zou er wel aan denken, ik zou wel kijken of er misschien toch andere mogelijkheden zijn van financiering. Er komt zoveel talent uit AT5, nog steeds, elke dag weer. Dat is ook geld waard, denk ik. Dus ga eens praten met dat soort mensen, zou ik denken. Oké, nou, heeft u nog een toevoeging? Want anders wil ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik zou zeggen, veel succes. Nou, dank u wel. Applaus voor meneer Van Westerlo. Dan geef ik nu heel graag het woord weer aan Felix, want dit forum zit hier natuurlijk niet voor niks op het podium. Dankjewel. Ik begin even, ik stel de heren voor, ik begin met Erwin Blom in het rood met een blauwe streep, lang actief geweest voor de VPRO, zowel radio als internet, was een internetpionier bij de VPRO. Hij leidt nu het bedrijf met een aantal partners Fast Moving Targets, gespecialiseerd in media innovatie. Een variantvraag zal als die aan Fons van Westerlo is gesteld. Over 10 jaar, wat hoop jij dan aan te treffen als het gaat over een sterk AT5? Wat is het dan? Wat moet het dan zijn? Wat kan het zijn? Kijk, als je de afgelopen 20 jaar kijkt, dan is natuurlijk het belangrijkste wat er gebeurd is, denk ik, als het over media gaat, dat we van schaarste naar overvloed zijn gegaan. Vroeger moest je bijna wel naar AT5 kijken als je op de hoogte wilde zijn van de dingen die in Amsterdam speelden. Inmiddels kan iedereen media maken, ieder bedrijf, iedere organisatie, ieder persoon. En heel veel mensen zijn dat ook aan het doen. Dus wat mij betreft is het een groot probleem van nu is, hoe vind je wat relevant is in al die informatie die al gemaakt wordt? Dus ik zou zeggen, een van de kansen die er zijn is, weet je, wees aggregator van die waardevolle bronnen. Wees de curator, help mij vinden wat relevant voor Geef is. Geef een voorbeeld. Het kan over vloggers gaan, waar je straks over gaat spreken met oma, die vertellen wat er in de stad gebeurt. Het kan over een Paradiso gaan, waar een concert te zien is wat in Paradiso zich afspeelt. Waar vind ik wat er allemaal al is en gemaakt wordt? En hoe vind ik wat toegesneden is? En dat is één stukje. En daarbovenop, denk ik, als organisatie vertel je de verhalen die nog niet verteld worden, maar ook verteld moeten worden, die in de stad leven. Aan de ontvangkant, natuurlijk zijn er ongetwijfeld nog allerlei toepassingen voor die lineaire televisie, maar het belangrijkste zal toch, alles speelt zich toch af in je mobiel, of in ieder geval in je persoonlijke apparaat. Dus ik denk dat we dan met z'n allen meer op maat bediend worden. Aan enerzijds krijgen we het verhaal wat voor de hele stad geldt, tegelijkertijd krijg ik de verhalen die voor mij belangrijk zijn. Ik noem zelf altijd het voorbeeld van, ik ben wel geïnteresseerd in Slagerij de Wit in de Wakkerstraat in Amsterdam, als hij een prijs wint met zijn leverworst, maar niet geïnteresseerd als de slager in Osdorp dat doet. Dus ik wil zowel relevante informatie die lokaal bij me speelt, als de grote lijnen van de stad. En er is nog één ander dingetje wat ik hoop dat we dan aantreffen. Ik denk dat, waar natuurlijk altijd gezegd wordt van vroeger speelde de media die bindende rol in een stad. Weet je, hoe kun je die overeind houden of weer terugvinden in een gefragmenteerde wereld? En ik zou graag willen dat we de kennis en kunde van de mensen in de stad meer gebruiken voor het agenderen van onderwerpen en het inzetten van de kennis bij oplossen van problemen, onderwerpen aankaarten, et cetera. Wat wordt het moeilijkste in die operatie?
Dat eerste stuk is al heel erg moeilijk hoor. Want er gebeurt zoveel en het wisselt zo snel. Dus daar begint wat mij betreft... ik denk dat op maat bedienen, dat is wel goed te doen. Want je weet waar ik ben. Daar kan je zo terug bij de expert. Daar komen we straks op terug. Maar dat eerste stuk is al moeilijk genoeg. Nou, dat wil ik even voorleggen aan Omar. Omar Kabiri. Jij bent met een aantal makers organiseer je het Feed Festival. Ja. Het grote festival waarop YouTubers en hun fans samenkomen. Omschrijf het even voor een aantal mensen die dat nog niet kennen. Het is heel bekend in de stad, maar wat missen ze als ze daar niet zijn? Wat missen ze als ze daar niet zijn? En waar is het meestal? Ja, het is op het Westergasterrein. Nu in 2017 komt de derde editie. Gaan we een beetje de ADE kant op. Voorheen was het één dag, nu gaat het naar 5 dagen. En wij zijn eigenlijk een platform voor... Hoeveel mensen komen er dan? Ik denk, vorig jaar waren er om en nabij bijna 4000. Zo. Verdeeld over verschillende dagen in verband met vergunningen en de gemeente, mag ik dat niet zo hard op zeggen. En dit jaar gaan we naar meerdere mensen toe. Maar wij willen echt een platform zijn voor die nieuwe generatie van makers. Mensen die in eerste instantie hun publiek vinden. En dan vervolgens komt dan een stukje met de professionalisering. En wat een totaal andere dynamiek is. En wat voor is. Makers zijn dat nou? YouTubers zijn heel erg aanwezig, maar we zijn ook bezig om meer uit te breiden naar muzikanten die dezelfde patronen bewandelen. Kunnen ook schrijvers zijn, et cetera, maar gewoon creators, makers. Dus bijvoorbeeld de FC Afkikkers horen er ook bij? De wie? De FC, de mannen van dat sportprogramma. Die ken ik nog niet. Die ken je nog excuses. Niet. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat is precies het voorbeeld. Ja. Het is zoveel. Hoe hou je het overzicht? Ja, een type Teske de Schepper, Dylan Hagens, categorie Enzo Knol-achtige types, die vind je wat kan AT5 voor jullie? Wat kan een sterke stadszender als AT5 voor jullie betekenen? Nou ja, voor Feed Festival is natuurlijk exposure leuk. Je kunt ook daarin een rol vinden als AT5 in dat festival. Maar dat en de makers zelf? Maar de makers zelf, dat vind ik een belangrijke. Want we hebben het bedrijf Maken, dat houdt zich in brede zin nog met veel meer bezig dan alleen het festival. Het interessante vind is dat zeg maar, veel van die makers zeg maar, ze ontstaan. Een soort van toeval misschien op zeer zekere hoogte ook. Ze gooien iets online, het algoritme vindt hen en de organische distributie van YouTube boost naar voren. En dan begint het spel pas. Ja. En dan merk Leg even voor de ouderen in de zaal uit. Ja. Het algoritme vindt hun. Het algoritme vindt hun. Nou ja, het algoritme is zeg maar een soort van een systeem wat is geschreven door auteurs van Google, laat het zo zeggen. Die schrijven een soort van codering. Ja. En die codering die stemt zich af op de gebruiker. Dus al dat wat jij in je timeline voorbij ziet komen op Facebook, is daar met een reden. Omdat Facebook jou herkent en jou leest en jouw voorkeur En daardoor word je herkent. Populair. Daardoor wordt de content komt op jouw timeline en daardoor is bijvoorbeeld een Enzo Knol is bijvoorbeeld iemand die dagelijks uploadt. Okay. We gaan daar zo nog even op in, want daar zit een extra expert in. Ja. Toch wil ik nog even terugkomen bij die vraag, wat kan AT5 in dat kader voor jullie betekenen? Ja, voor de makers wat het kan betekenen om daar te komen is dus oké, het is niet zo moeilijk meer om dus het algoritme te winnen, dus het publiek te vinden, maar vervolgens de diepgang te vinden. Waar ga je vervolgens talent mengen met het bereik? En nou, bijvoorbeeld, waarom zou AT5 niet een soort van de redactie van de stad van Amsterdam kunnen zijn? Als iedereen kan maken vandaag de dag, maar misschien men wel mist wat kaders zijn of context, of misschien de access tot experts of know-how of knowledge, om vervolgens die content ook op een niveau te boosten, dat het echt de rest overstijgt. En, Kijk jij naar AT5? Ja, zeker wel. Ik vind eigenlijk AT5, ik heb geen tv, maar ik vind AT5 vaak door de leuke content die boven komt drijven via de Dumperts van deze wereld, et cetera. Dat weer zo'n uniek figuur die jullie hebben weten te vinden voor de camera wordt getrokken. Ja, daar geniet ik altijd wel van. Wat zou jij, stel jij zou door AT5 urenlang uitgehoord worden. Zeg, kom meelopen een week, we hechten zeer aan jouw opvattingen, ideeën. Wat zou je ze met voorrang willen adviseren? Denk daar even over na. Daar even over na. Kom ik bij jouw buurman, Twan Verheul. Jij bent met een paar companen de oprichter van het databedrijf Coasto. En jullie monitoren de social media en die data-analyse. Vertel even wat jullie beste kwaliteit is in dat vak. Allereerst is Coasto. Het komt van Jacques Coasto. Van Deep Sea Exploration. Ja, tuurlijk. Toen wij startten zaten we ergens in de kelder van de TU in Eindhoven. Te programmeren en toen hadden we weinig geld en toen keken we video. Ik zal die naam nooit meer fout uitspreken. Beter Max, maar goed, dat was dus Jacques Coasto. En wat doen wij? Wij kopiëren sociale media en dat doen we real-time.
Dat archiveren we, dat is ook nieuwsblogs en fora. En dat maken we doorzoekbaar, maar dat kan je ook op monitoren. We worden wel eens vergeleken met een soort Google voor sociale media. Aan de andere kant vinden sommige mensen vinden dat eng. Die zeggen, dan houden jullie alles bij en dan kan je alles zien. Maar het grote voordeel is, het moment dat je dat doet, is dat je gewoon live de stem hebt van de samenleving, van de maatschappij. Op ieder onderwerp en ieder moment, wanneer je maar wil, inclusief sentimenten of trends die eraan zitten komen. En iets wat groeit of afneemt. En dat hoeft niet alleen een leuk filmpje te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook gewoon de groei of de afname van de website van AT5 zijn. Ja, dat zie je van tevoren aankomen. En je weet vaak ook waarom het gebeurt. Is AT5 een afnemer bij jullie? Dat klopt. Ook publieke omroepen en commerciële omroepen. En andere uitgevers. En wat geven jullie dan voor interpretatieadviezen? Nou, dat doen we niet. Het is een do-it-yourself tool. Dus je kan het gewoon zelf bedienen. Maar wat je er bijvoorbeeld mee kan doen, en wat ik gisteravond even heb gedaan voordat ik hier naartoe ging, is gekeken van, hoe vaak wordt er nou gesproken over de artikelen, over de nieuws van AT5 en door wie gebeurt het en hoe ver reikt dat dan? En een van de zaken die me opviel is dat er best wel wat vraag is vanuit het buitenland naar lokaal nieuws, zeker Amsterdam, hoofdstad, veel toerisme, et cetera. TripAdvisor en zo, die spelen allemaal een grote rol, maar ook veiligheid. En dan, daar ligt volgens mij een kans voor AT5 om te zeggen van oké, daar gaan we op anticiperen. Er zijn dus anderen in het buitenland die dat faciliteren. En daar zou je filmpjes over kunnen maken, want dat kan je gewoon organisch laten groeien. De vloggers ook, van jouw buurman? Vloggers, whatever. Want daar staan gewoon advertenties naast en die hebben dus inkomsten. Dus dat is een soort ecosysteem, dat houdt zichzelf in leven. Maar terugkomend op AT5, ik vertelde net, is dat de engagement, dus het hoe vaak een artikel gedeeld wordt en door wie, en hoe vaak dat ook wordt gezien, en ook op de momenten dat het toedoet, daar zijn ze nu nummer 1 in Nederland, daar staan ze bovenaan. Toen werd ik wel gecorrigeerd, zo van maar wacht even, dat is niet, ze hebben niet de meeste kijkers, daar heb ik niet naar gekeken. Ik heb alleen gekeken van, hoe vaak worden nou artikelen, filmpjes, et cetera gedeeld. En dat vond ik op zich wel bijzonder, daaraan kan je al zien. Daar ligt dus voor hun een extra kansen. Zeker. Er ligt ook wel een bedreiging volgens mij, want er zijn steeds meer, dat noemde Erwin net ook al, gewoon consumenten die nieuws maken zonder dat ze dat eigenlijk zelf weten. Omdat ze bij die voetbalwedstrijd staan, uit verveling wat opstaan te nemen. En dan komt er net dat rare doelpunt uit. En vervolgens zeg ik, dat is leuk, dat zet ik eventjes op mijn Twitter-account. En dan hebben ze wat opmerkingen bij. En dan gaat dat op een gegeven moment, begint het hard te gaan als je dat zelf leuk vindt. Want die mensen vinden het ook leuk, want die broadcasten hun eigen leven of zo. Hè. Al die mensen bij elkaar, die eten die bezoeker op, die ook wat bij AT5 op de website komt of naar die AT5 uitzending kijkt. Maar die kan je ook weer betrekken, want AT5 is wel een merk. En als je kijkt naar gewoon branding en stempel, merk, dan is het heel sterk. Daar willen anderen wel aan aanhaken. Cousteau, waar zijn we over 20 jaar? Want dit is natuurlijk een technologie die zich alleen maar verder en verder en verder ontwikkelt. Dat was al een jaar of 20 geleden ondenkbaar. Wat is je vermoeden? Ja, ik zeg altijd bij ons dat ik nooit verder kijk dan een jaar, omdat het gewoon dodelijk komt. En ik zeg altijd 10 jaar is niks. Ja, dat is ook weer zo. dat is een moeilijk dilemma, maar wat wij vermoeden in ieder geval is dat het veel meer versnipperd gaat raken. Nog meer. We denken veel meer, maar dat je ook kanalen gaat krijgen die versnippering bij me. Dus als ik zin heb om sport te kijken wat puur is en niet zwaar geregisseerd, maar ergens op Amsterdamse pleintjes of zo, om talent te spotten, dan zou ik in moeten kunnen pluggen bij zo'n, en dat zou gefaciliteerd kunnen worden door AT5. Ik denk veel meer versnippering, maar aan de andere kant ook weer in kunnen haken op die informatie. En dat kan via ieder sociaal platform wat je maar wil. Hè. Dus je zegt, ik zit niet op Instagram, doesn't matter. Als jij twittert, dan kan je het bekijken of je YouTube erop. En het moet simpel, simpel, simpel en simpel zijn. Je moet het heel makkelijk kunnen eten. Ik zou even willen vragen of er 2 stoelen bij kunnen. Aan die kant 1 en aan die kant 1. Want we zijn heel erg blij dat hier aanwezig zijn de directeur, hoofdredacteur van het Mediahuis Noord-Holland AT5. Paul van Gessel, kom op het podium. Er komt vast nu een stoel. En de hoofdredacteur, Bart Barnas van AT5. Want het is mooi als
ik samen met Mildred en Mildred vooral hun bij dat gesprek betrekken. Maar ik wil onderhand nog even Willem Stegeman belichten. Heb jij ook een plek? Oké. Okay. Willem, jij bent een van de mensen die verantwoordelijk is voor het succes van Funix, hè? Ja, ik heb dat ooit... Jij hebt dat bedacht eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Het is toch wel even belangrijk om... Wat is het succes? Wat heb jij bedacht? Wat was de vonk in jouw hoofd waardoor Funix ontstond? Het gekke is, ik luisterde naar in taxis. Taxichauffeurs hebben vaak Funix aanstaan. Wat, en het is geslaagd. Wat, het is, dat is nou bij uitstek Randstad Stadio, Radio. Hè? Wat eigenlijk de samenvatting was, waarom het werkte bij de jongeren, was het fenomeen herkenning door erkenning. En andersom, erkenning door herkenning. Op het moment dat mensen een deel van hun eigen zijn terugzien via de media, gaan ze zich verbonden voelen met dat medium. En dat... Het bijzondere van Funix was dat het op papier allemaal ongelijksoortige jongeren waren, die toch te verbinden waren in één merk. En de jongeren uit de verschillende windstreken hadden ook dezelfde merkwaarde daarbij. Dus er zat een vertrouwensbasis tussen het merk en haar klanten. En jullie hebben verschillende edities? Ja. Die... Ik ben er nu niet meer bij betrokken. Nee, dat weet ik. Nee, ja. Want ik ga je nu in je volgende rol. Waarom ben je weggestapt om Salto een duw te geven? Soms herhaalt de geschiedenis zich. Ja. Ik was ooit al betrokken bij Salto in het verleden. Salto heeft mij toen geïnspireerd om Funix te bedenken. Ook, ik herinner me dus van Salto uitzendingen op het Rembrandtsplein. Ja, klopt. Ja. Midden in de nacht. Ja. Op het Vrije Kanaal. Het legendarische Salto met van toen, Albert Blitz. Ja. En met zijn partner. Ja. Geweldige uitzendingen. Ja. Wat is nu de kracht van Salto in vergelijking met 20 jaar geleden? Ik moet daarbij zeggen dat Salto enorm in verandering is de afgelopen maanden. Ik denk dat de kracht van Salto weer wordt, datgene wat ook al geroepen is. In een tijd van overvloed ontstaat er een nieuw probleem van verbinding. Want overvloed betekent dat niks belangrijk meer is en alles belangrijk en mensen niet meer kunnen kiezen en selecteren. En dat betekent dat er een belangrijke rol ligt voor een medium en een lokaal medium als het gaat om Amsterdamse content. Ik denk dat Salto daar in een soort piramide-model, waarbij AT5 de top van de piramide is met professioneel nieuws, achtergronden en opinie, kan Salto de basis vormen van allerlei mediamakers. En mensen die de stad wat te melden hebben. En hoe sta jij dan tot slot tussen Paul en Bart en onze vriend van de vloggers? Moet hij zich op jou richten? Of? Wie moet? Hey, Omer. kijk, wat wij weer terug willen brengen in Salto, en dat gaat de komende maanden ook gebeuren, is het experiment. Het experiment wat bij deze stad hoort. Ja. Inspiratie, innovatie, wat bij deze creatieve stad hoort. Ja. Een onderdeel daarvan is die hele internetcultuur. Mm-hmm. En dan gaat het misschien niet meer over vloggers, maar waar we wel aan zitten te denken is bijvoorbeeld gaming gaan uitzenden, ook op televisie. Okay. De functie van televisie voor ons wordt etalage op de content die we sowieso aanbieden via internet. Dus televisie is niet meer dat op zichzelf staande medium waar mensen met de programmagids op tafel voor zich een avondje entertainment zoeken. Of nieuws en informatie. Het is een soort gids geworden voor andere media-uitingen via andere devices. Ja. En dat is waar we Salto nu klaar voor aan het maken zijn. Nou, ik heb heel veel gehoord. En wat ik me dan toch afvraag, Paul van Gessel, Bart Barnas, wat is nou jullie eerste reactie op de nieuwe technologische ontwikkelingen die er allemaal spelen en de toepassingen daarvan? Hoe staan jullie erin? Wat filter je hier gelijk uit, Paul? Of misschien moet ik toch eerst even zeggen, dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar misschien toch nog even een kleine introductie. Is dat wat? Want u bent algemeen directeur natuurlijk van AT5 en van RTV Noord-Holland. En
ook nog andere functies binnen, zeg maar, Amsterdam in de publieke sector? Ja, NH heet tegenwoordig trouwens, onze regionale omroep. En AT5 wordt sinds 4 jaar is dat onder de arm genomen door die regionale omroep. En onlangs is die constructie iets wat gewijzigd. Is die weer bij POA ondergebracht, daar ben ik bestuurder. Dus daar werk ik samen met Willem, bijvoorbeeld. Okay, de Salto, Funix, AT5, het zijn eigenlijk merken die horen bij POA. Dat is de publieke omroep Amsterdam en die heeft de uitzendlicenties. Krijgt het geld en de uitvoering van AT5, van het maken van AT5, dat gebeurt in nauwe samenwerking met, zeg maar, met het bedrijf NH. Alle techniek, alle overhead, et cetera. Het is daar helemaal in elkaar geschoven, zodat het veel efficiënter kon dan dat het in het verleden ging. Zodat wij er ook iets meer voor aan de mensen kunnen betalen dan in de tijd van meneer Van Westerlo gebeurde. Dus u bent gewoon een hele belangrijke speler. Nou, dat mogen andere over woorden. Over de inhoud en over het geld gaat u? Nee, over de inhoud gaat de hoofdredacteur. Dat hoort ook zo te zijn. Nee, we proberen een mooi bedrijf neer te zetten. Hartstikke trots op een mooie media maken. En heb zelf wel een journalistieke achtergrond, dus ik heb ook wel gevoel bij wat we proberen te bereiken. Maar de afwegingen, wat we precies op dit moment moeten maken, dat doet Bart. Bart, nou, hoofdredacteur van AT5. Als je zo luistert naar wat de heren naast jou hebben verteld, wat valt jou dan het meeste op en waarvan denk jij van, nou, daar ligt voor ons een grote uitdaging? Bij allemaal ligt voor ons een grote uitdaging. En dat zijn ook punten waar we allemaal mee bezig zijn. Als ik Erwin luister, is wat voor ons heel belangrijk zal zijn in de toekomst, hoe wij op stadsdeelraad, op wijkniveau de mensen kunnen gaan bereiken. En tegelijkertijd hebben wij de software, om het maar eigenlijk zo te zeggen, de apparatuur nodig om ook mensen persoonlijk te bereiken. En als je die mensen persoonlijk bereikt, dan kunnen wij daar weer samen mee werken met Salto. Want die zitten nog meer, als er ergens iets broeit, dan zit Salto daar heel goed en heel perfect bovenop. Als dat weer lijkt van, hey, in die wijk speelt dat, in een andere wijk speelt dat ook, dan kunnen wij dat met AT5 weer oppakken, omdat het weer groter Amsterdam wordt. Tegelijkertijd, wat wij technologisch ook zouden willen, en daar zijn we ook mee bezig met te ontwikkelen. Ja, maar dat is natuurlijk fantastisch hoe jullie het online doen. Ik hoor Twan het net vertellen. Dus dat is, ja, heel bijzonder. Ja, maar dat werkt ook al. Dat is een hele bewuste keuze geweest om daar 3 jaar geleden eigenlijk, toen er eigenlijk een nieuw AT5 is ontstaan, om daarop door te gaan. TV, weten we, dat neemt af. Dat is nog steeds belangrijk. Dat blijft ook zeker de komende jaren nog belangrijk. Maar wij weten, de jongeren die komen daar niet meer. Dat was 3 jaar geleden al duidelijk. Dus je gaat je focus op een andere manier. Volgens mij zit Geert hier ook. We hadden dit jaar, deze maand, 2 miljoen unieke bezoekers. Ja, Ik zie oma kijken. Ik denk van, ja, jongeren komen daar niet meer. Jij bedient die jongeren. AT5, wat zou jij, zeg maar, Bart dan willen adviseren? Hoe die jongeren te bereiken? Want jongeren willen toch nog wel. Ja, ze komen niet op tv. Dat is even een verschil. Ik denk dat wij heel goed kunnen samenwerken. Zeker. Altijd. Dat lijkt me hartstikke gezellig. maar hoe heet het? Het is. Kijk, ik denk dat over tv enzovoort. Kijk, jullie hebben natuurlijk een geschiedenis waarbij het Aalsmeer, Hilversum, al die mythes en legendes die daar ontstonden. Ik kocht later de autobiografie van John de Mol. Dat was smullen. Alleen wij zien eigenlijk, en nog voor helemaal de generatie onder mij, zien dat ding gewoon als een device. Gewoon hardware. Die hele wereld in Hilversum, het zal wel. En het heeft een andere functionaliteit. Binnen je telefoon heb je notificaties van je vrienden die door je content heen komen. Het is heel persoonlijk. En voor tv kijk je het meer vanuit een soort van perspectief dat je, ja, weet je, met je vader en je moeder en dan misschien grote producties à la The Voice of Holland, weet je al, waar veel geld tegenaan wordt gesmeten, zijn dan de dingen die je dan wel aan de buis gekluisterd krijgt. Maar Bart wil de jongeren natuurlijk ook. Ja, snap ik. En als je online, zeg maar, jezelf goed beweegt. En ik heb voor mij een paar keer iemand voorbij zien komen die op Instagram en op YouTube best wel groot bezig is. Je hebt Defano Holwijn en je hebt nog zo'n jongen uit Amsterdam Zuidoost, volgens mij. Rico, ongelooflijk. Ja, voor mij wel, ja. Dat vind ik toffe dingen, dat je zo'n persoon pakt en dat je met hem gaat kijken wat voor content kun je gaan maken. En dan terug te komen op die vraag die je net stelt. Ja. Wat is dan de eerste stap die je moet maken? Nou, het publieke bestel, vooral de NPO, klopt best wel vaak op aan de deur bij de jonge makers. En het gaat best wel vaak gewoon mis, gewoon fout. Zo'n persoon, ik denk dat je een netmanager hebt, want die moet je sowieso niet in de buurt van YouTubers zetten. Maar hoe komt dat dan? Zeg jij van de netmanagers, de Bart Barnersen van deze wereld, die begrijpen de taal van de jongeren niet? Nee, maar een hoofdredacteur vind ik anders een netmanager. Weet je? Een netmanager is iemand die gewoon op een veel grotere afstand dingen vanuit een ivoren toren loopt te beslissen. En weet je, nee. Maar wat ik zou zeggen, neem me echt serieus, is gewoon. Pak een unit, huur ergens in Amsterdam-Noord bij A-Lab een soort van ruimte
Lever dan vervolgens de kennis als AT5 op het gebied van redactieniveau. Van oké, zo creëer je goede verhalen. Die ook daadwerkelijk gewoon gecheckt zijn. En niet puur vanuit emotie, maar ook weet je, uit feiten bijvoorbeeld voorkomen. Waarbij je dus informatie kunt delen. Dat je echte verhalen gaat maken met journalistieke onderbouwing. Ja. Want daar is AT5 natuurlijk gewoon bij uitstek goed in. Ja, heel goed. Journalistieke verhalen vertellen. Ja, en secundair is ook gewoon de backbone, weet je wel. Op finance, op juridisch, et cetera. Dat is ook iets waar die jonge mensen nog geen kaas van hebben gegeten. En zo kun je weer een hele hub creëren met jonge mensen die uitgedaagd worden om niet lineair te denken, maar gewoon puur te denken in die nieuwe wereld van distributie. Bart, en hoe kunnen we daar een verhaal op creëren? Reageer er eens op. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, het is heel saai misschien, maar dat is ook iets. Kijk, wij proberen dat te stimuleren, ja. Wij ontwikkelen daar ook dingen in. Ook daar merk je trouwens dat op het moment dat iemand populair wordt bij ons, dat de andere omroepen die mensen komen halen. Ja. Wat je bij tv nog hebt, is het goede van, je hebt een bereik en dat blijft, zeg maar. Natuurlijk in de loop der jaren zakt tv bereik, maar je hebt een bereik. Online, als je met iemand enorm bezig bent, je bent met een jong iemand bezig, die zetten wij helemaal neer. Op het moment dat die heel populair is, is die weg. Is ook meteen je hele kanaal weg. Dat maakt het. Maar ja, dan zit je weer in die vijver van talent. Dan kun je samenwerken als je een grote geheel hebt. Ja, want uiteindelijk, dat Hilversum is niet meer zo aanlokkelend voor die nieuwe talenten. Als jij zo'n persoon kunt bieden wat hij nodig heeft en hem kan laten groeien. En vervolgens ook in staat staat om nog te blijven doen wat hij wil doen. Heb je grote kans dat zo'n talent misschien wel langer bij je wilt blijven dan voorheen. Want voorheen was het natuurlijk had je geen eigen kanaal. Dan was je afhankelijk van de tv-omroep. En als je nu maker bent, heb je gewoon je eigen YouTube-kanaal, je eigen Snapchat, je eigen Instagram. Dus je kunt veel meer beter partneren, denk ik. Ja, en wat op YouTube natuurlijk vaak ontbreekt, is toch een beetje de inhoud, zeg maar. Het is allemaal vaak wat sneller, wat inhoudlozer. Nou, er is heel veel inhoud te vinden. Alleen, maar dan moet je echt goed zoeken. De populaire dingen zijn vaak. Ja, die zijn wel snel gemaakt. Lichter, maar ook het hele productieproces is trouwens ook iets waar we wat van kunnen leren hier aan tafel. Ik bedoel, gemiddelde YouTuber maakt een video voor 6K voor een adverteerder en heeft aan onkosten ongeveer €500. Dat zijn best wel lekkere marges. En dat zijn een totaal andere manier van je productie indelen en misschien ook een langere adem kunnen hebben om zo'n... Maar dan zal de professional toch vaak zeggen van ja, maar daarvoor kan het niet. Maar daar ben je dus helemaal niet mee eens. Want, Ja, maar bij AT5 zijn we dat inmiddels ook wel gewend, hoor, dragen. Nou, maar dat is ook het verschil. 5 jaar geleden, als je een uitzending had, kan er een grotere regie wagen. Dat je tegenwoordig lopen onze mensen met een rugzakje om, waar het gewoon via 4G gaat. En ik denk dat wij daar niet zoveel van verschillen. Nee. En ik denk als je die kracht samen bundelt. Maar daar heb je ook wel wat technologische ontwikkeling voor nodig om dat goed neer te zetten. En die kennis hebben wij natuurlijk niet allemaal in huis. En die technologische ontwikkeling is natuurlijk ook niet helemaal gratis. Nee, dat klopt, alhoewel wij ook goed gebruik maken van Koesto, hoor. En dan zie je vaak, als het een piek is, kan er ook een negatieve piek aan de onderkant bij zitten. Want vaak gaat het ook weer samen. Ja, wij hebben die tools nodig, wij gebruiken er een aantal. Maar er zijn er nog veel meer van die wij ook graag zouden willen ontwikkelen. Wat vind je nou van de kritiek dat AT5... in het politieke debat afwezig is? Heeft dat met deze tijd te maken? Dat zou kunnen. Aan wie is het? Eerst aan jou. Nou, wij zijn niet afwezig, wij doen het op een andere manier. Wij zijn iets minder in het gemeentehuis te vinden, waar meneer Van Westerlo juist daarheen ging. Wij hebben ervoor gekozen om meer ons op straat te bewegen, daar te kijken wat leeft daar, en eigenlijk dat probleem weer mee te nemen naar de politiek. Dus wij draaien het om. Dus wij zitten niet zozeer van in het gemeentehuis te kijken wat gebeurt hier, wat wordt hier gezegd. We hebben nog steeds wekelijks een politiek programma. Maar wij kijken meer, wij zijn veel meer op straat. En dat pakken we het onderwerp en dat gaan we weer verder brengen richting politiek en in onze politieke praatprogramma's. Maar ik kan ernaast zitten. Mijn indruk is, en ik maak niet een vergelijking met vroeger, want je kan niet vergelijken met vroeger, dat... Kijk, Amsterdam speelt natuurlijk gewoon een hoofdrol in Nederland in het debat over Wilders, over de sociale ongelijkheid en al die onderwerpen die ermee samenhangen. En in mijn beleving als stadsbewoner krijg ik er geen greep op via AT5. Dat kan aan mij liggen, hoor. Het kan gewoon aan mij liggen hoe ik met de moderne data omgaan, de moderne media. Maar zeg maar, mijn generatie is daar wat raadloos in. Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat het aan de politiek zelf ligt, waar men in geïnteresseerd is of niet. En ik denk dat het aan ons is, de manier waarop wij dat brengen en waarop wij dat nog kunnen brengen. Ik denk dat het een combinatie van die twee is. En kan jij via de data ontdekken, via jullie bureau Consto, hoe politiek nu bekeken wordt en wat daar de accenten in zijn? Ja, volgens mij is iedere politieke partij klant van ons. Ja. Dus dat kan je er, je ziet die veranderingen zie je gewoon live gebeuren.
En, zegt er iets meer over. Dit is eigenlijk kan je niet meer, tegenwoordig kan je niet meer zonder data-analyse. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, nou, we meten 6 miljoen berichtjes per dag. Die komen van gemiddeld zo tegen 1,82 miljoen unieke individuen. Die zijn weer verspreid over Nederland natuurlijk, want we hebben het nu over Nederland. Maar ja, die zeggen vaak van ik ga daarop stemmen of ik ben het daar niet mee eens of enzovoort. Dat kan je prima meten en dat gebeurt ook en dat kan je afzeggen. Dus je hebt eigenlijk gewoon real-time peilingen en dat zou je geografisch kunnen doen en terug kunnen brengen naar bijvoorbeeld Amsterdam. Paul, dit is toch interessant, hè? Los van de inhoud. Hoe gaan jullie hier verder op inzetten dan? Want dit is gewoon de toekomst. Ja, want ik heb het idee dat het métier politiek, hè, want dat is natuurlijk een van de taken om dat goed te volgen, dat het wel heel klassiek wordt neergezet. Hè, vanuit het debat over de politiek, hè, dat was dan in jouw tijd 4 man aan een tafel. En dan gingen we het over structuurvisies hebben, et cetera. Nee, dat gaat dus niet meer werken als je het hier zou doen. Wacht even, stop even. Dat ging. Kijk, ik probeer kwetsbaarder over te praten. Nee, maar als jij het nu afdoet, structuurvisie, dan neem je het niet serieus. Ja. De kwestie is, er zijn hete onderwerpen. Absoluut, maar die waar politici en burgers ook echt problemen met elkaar hebben. En daarvan, nou, er is dan een kloof. Zeg ik het hard tegen jou. Ja. Daarvan heb ik niet het gevoel dat AT5 een middelpunt is qua platform. Maakt mij niet uit of het op internet is of lineair, waardoor jullie opvallen. Nou, ik denk dat je het dus met name op dat internet heel goed kan creëren, maar dan moet je het anders creëren dan dat klassieke. En het mooie, want er is een kloof, denk ik inderdaad, tussen de klassieke politiek en de burger. Hè. Er wordt veel meer langs elkaar en over elkaar heen gesproken dan met elkaar. Ik denk dat nou juist die hele online revolutie als geen ander mogelijk maakt om daar heel verfijnd mee om te gaan. Maar dan zul je wel thema's moeten benoemen die niet misschien de agenda van de politici zelf heel erg uitvergroten, wat Bart al aangaf. Wij brengen veel meer de zorgen van de straat terug naar de politiek. Ja, en dat is in Amerika wordt dat ook veel gedaan. Dat noemen ze dan de People's Principle. En dat werkt daar heel erg goed. En ik denk dat je zeg maar veel meer de aanjager van het politieke debat moet zijn dan dat je de politieke agenda uit het stadhuis terugvertaalt. Echt aanjager van het politieke debat? AT5 in deze nu de aanjager van het politieke debat? Geef me dan een voorbeeld van een onderwerp. Waar iedereen het op dit moment vrij recent in Nederland over heeft, de Zwarte Piet discussie. Die is hier in Amsterdam eerder begonnen dan in Drenthe. Waar die nog steeds niet leeft, las ik vandaag. Want ze willen daar nog steeds wat houden wat er was. Die discussie die hebben wij toen het eerste zaadje geplant was, hebben we hem al opgepakt. En dat het uiteindelijk groeit en het vergroot uit. En op enig moment vindt Van der Laan er ook wat van. En dat groeit en dat zit allemaal volgens mij meer in de content die we maken verweven. Dan dat we er op enig moment een heel groot zwarte pietendebat over gaan houden. Want dat zal niet meer werken. Bart, hoe zie jij dat? Nou, als voorbeeld bijvoorbeeld hoe wij bepaalde onderwerpen oppakken. We hebben de afgelopen week, hebben we het uitgezonden, de week daarvoor, hebben wij in de Haarlemmerstraat, dat is een straat die fantastisch was. Ja, die kapot niet meer gaat door de Airbnb. Wij hebben de hele week op 3 verschillende plekken Airbnb gehuurd. En we zijn met de ondernemers, we zijn met de bewoners gaan praten. En tegelijkertijd gaan kijken, wat is daar nu aan de hand? Dus in plaats van het debat daarop voeren, is de manier hoe wij dat doen. Wij huren dus op 3 plekken een Airbnb in dezelfde straat. Wij kijken van oké, waarom verhuur je het? Hoe vaak verhuur je het? Hoe zit het voor de ondernemers? We praten met de ondernemers en bewoners. Dus wij pakken het op een andere manier aan. Dichter op de bevolking. Erwin, jij hebt hier vast een mening over. Wat jij zeg maar vindt. Ook met de technologische ontwikkelingen waar jij mee bezighoudt. Wat zou jouw advies zijn naar AT5? Nou ja, goed. Kijk, wat ik in het begin eigenlijk al zei. Wat mij betreft zitten hier een aantal onderwerpen, een aantal personen aan tafel die verschillende onderwerpen vertegenwoordigen. Mijn belangrijkste is aggregeer en cureer en help mij vinden wat er in de stad speelt, wat al gemaakt wordt. En daarbovenop vertel de verhalen die er nog niet zijn. En heb ik nog een vraag aan Willem. Je bent het helemaal aan het draaien, dat Salto, zonder dat het zijn oerfunctie kwijtraakt. Ja, klopt. Als wij over een jaar kijken naar Salto, en het is zeer de moeite waard altijd, omdat het laat je haarvaten zien. Hè? Dat is ook zo'n structuurbegrip, als ik het met jou mag vergelijken. Maar wat is dan de kracht van Salto? Waar wij nu mee bezig zijn, is 360 graden Amsterdam neerzetten. Dat betekent dat waar we in het verleden uurtje factuurtje, hè, je kon een programma aanbieden
En dat gingen we uitzenden. Zijn we nu echt een programmeringsmodel daaroverheen aan het leggen. En eigenlijk de blinde vlekken in het aanbod zijn we proactief aan het benaderen. En aan het ontsluiten in de stad. En dat blijkt iedere keer mogelijk. Wat je dan ziet is een internetbedrijf wat ook nog televisie en radio uitspeelt. Maar eigenlijk helemaal on-demand gefocust is. Een publieke vrijplaats. Ik heb de afgelopen maanden gehoord, van, ja, waarom Salto nog? We hebben YouTube toch? Ik denk dat er in deze tijd meer dan ooit weer ruimte ontstaat om een soort waardevrije omgeving te hebben voor mediaproducties. Ik heb eerder in vandaag heb ik het woord vertrouwen al genoemd. CBS kwam 2 weken geleden met een soort vertrouwensindex bovenaan staand. Het vertrouwen in elkaar in Nederland, onderaan staan mediabedrijven. Nog onder de politiek. Er is dus meer aan de hand dan alleen van lineair naar non-lineair of wat dan ook. Er speelt ook het een en ander in de software van de maatschappij. En daar wil Salto heel nadrukkelijk een rol spelen. Ja, over dat vertrouwen inderdaad. Ja, over vertrouwen nog. Wat betekent dat, dat dat zo onderaan staat? Dat betekent heel concreet, een voorbeeld, een stagiair bij Salto, die vertelt mij dat hij eigenlijk alleen nog maar tv kijkt als hij door een Facebook-vriend daarop gewezen wordt. Dat betekent dat eigenlijk de Facebook-groep de programmagids is geworden. En het vertrouwen om media te gebruiken dus niet meer per definitie komt uit een zorgvuldig opgebouwd merk. Nee. Met alle mediatrucken van dien. De wereld van 10, 20 jaar geleden, hè, hoe je media neerzette. Maar het gaat heel erg over de betrouwbaarheid en over de menselijke maat. En grappig genoeg gaat Salto daar weer een rol in spelen. Ja. Het laatste, nog even aan jou en aan ons datakenner van Cousteau. Ik heb bijvoorbeeld geen greep meer op de Amerikaanse campagne, omdat de traditionele media, die spelen daar of een hele gekleurde rol in, en ze hebben het overzicht niet. Heeft dat te maken met dat vertrouwensprobleem? Dus een heel mooi voorbeeld. Ik heb gisteravond op TweetDeck geprobeerd dat te volgen, en dan blijkt dat de helft van de Twitter-accounts zijn vals. Dus je weet op het laatst niet meer wat echt is en wat nep is. Dat betekent dat er een nieuwe vorm nodig is om context en duiding te bieden op dat nieuwe platform, dat World Wide Internet. Maar dan is het toch heel interessant, want er liggen natuurlijk wel een aantal uitdagingen voor jullie. Hoe zien jullie dat zelf, concreet binnen nu en 2 jaar, met al deze informatie die we nu tot ons krijgen? Bart, Paul. En ik zie ook oma op het puntje van de stoel zitten. Dus jou wil ik ook graag nog even het woord geven. AT5 zal een paar dingen moeten doen. Wij zullen moeten gaan kijken van dat je zelf gaat bepalen welk programma je wanneer kan zien. Zodat het ook meer vindbaar is. Want nu zit het op tv. Als je een debat wil zien, politiek. Meneer Rottenberg weet het misschien niet te vinden. Maar we maken het wel. Dus je zal ze moeten zorgen dat je het online gewoon kan vinden. Eigenlijk zoals Netflix dat ook heeft. Tegelijkertijd, data-analyse is voor ons heel erg van belang. Maar ook databases van personen, die ontwikkeling, hoe we dat kunnen doen, daar zullen we veel in moeten ontwikkelen en in moeten gaan investeren. Nog even de data-expert van? Ik vond dat het item over vertrouwen vond ik een hele belangrijke, maar dat is er ook eentje die we steeds meer zien. Dat geldt natuurlijk overal voor, dus met name voor shops, want het zijn een soort recensies, maar dan over nieuws. Maar een van de belangrijke punten daarvan is dat wordt nieuws gecensureerd en wordt dat ook met de politieke kleur gebracht? Of is het echt? Is het puur? Kijk je naar Geen Stijl en naar Dumpert bijvoorbeeld, dat wordt gemodereerd, hè, die reacties. Maar het voelt wel heel echt en puur aan. En daardoor zijn ze authentiek en hebben ze ook aantrekkingskracht, even los van de kwaliteit van de content die er staat. Ja, daar ligt volgens mij voor regionale omroepen en AT5 ook gewoon een kans om. Maar dan heb je het ook met name over de sociale cohesie die steeds, of die eigenlijk heel erg ontbreekt in Nederland. Nou, ik begon, toen ik even vooraf zat te praten, vroeg ik ook, waarom hebben jullie de reacties uitgezet onder je artikelen? Nou, dat is, en er komt heel veel rottigheid op. En echt gewoon een groot riool eigenlijk. Ja, en die moet je eruit. Ja, 10%, het is net als een voetbalstadion. Ja. Alleen die overheersen dan wel het debat. Ja. Maar die geven wel weer een soort authenticiteit en echtheid en niet gecensureerdheid aan zo'n artikel. En dat kan ook weer verder gedeeld gaan worden.
Ik zou opnieuw daar wat mee doen, want het aantal reacties gewoon op heel social media stijgt ieder jaar met tussen de 9% en 10%. Maar wat zou je dan doen? In ieder geval die kijker gaan betrekken bij je. Als je wil, kan je reageren. Ik weet niet of je dan moet gaan reageren, maar voor mij per foto of whatever. En ik zou er toch iets van redactie op gaan zetten, want ja, dan word je wel weer echt een puur. En het is nu heel veel rottigheid, maar daar ligt een kans. Ik zie Willem wil even wat zeggen, even reageren. Erwin gebruikt het woord curator. En ja. Ik denk dat we dat heel veel gaan horen de komende 10 jaar. Omdat dat eigenlijk steeds meer een journalistieke functie begint te worden. Het klinkt als bibliotheekwerk, maar in het hier en nu, in het waarde toevoegen aan dat enorme aanbod, is curatie een heel belangrijk middel geworden. En curatie zorgt ook weer voor betrouwbaarheid, et cetera. Van het ja, afzet, want de media heeft het altijd gedaan, hè? Het altijd fout gedaan ook. Ik wil één dingetje over die reacties zeggen. Ik heb daar best wel veel tijd in gestopt de afgelopen jaren. Van hoe kun je communities bouwen, hoe kun je zoveel mogelijk uit je publiek halen. En een van mijn theorieën is waarom er zoveel ook slechte reacties onder artikelen. Ik heb niet naar AT5 gekeken, maar ik heb wel eerder naar gekeken. Is publiek, in mijn beleving, je schrijft een artikel en je kan daarna onder reageren, is voor mij het begin van een gesprek. Voor de meeste journalisten is dat niet zo. Die reageren niet, dus je hoort nooit iets terug. Wat gebeurt er dan als je niks terug hoort? Ga je harder schreeuwen. Ik ben ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de kwaliteit van de reacties, dat de journalistiek daar zelf een rol in heeft gespeeld. Oké, dan gaan we nu echt afronden. Ik wil Omer nog even het woord geven en Paul. En dan nog misschien naar het publiek. Oké. Ik denk dat jullie het gewoon hartstikke goed doen. En als ik hoor wat voor cijfers jullie halen en de content die voorbij komt, die ook tot mij komt en dat je ook zo'n Rico een plek geeft. Ik bedoel, het is gewoon een traditionele organisatie die zich echt commit om te veranderen met de tijd mee. En dat niet zegt omdat ze beleidsbepalers tevreden moeten houden. Nee, ze moeten echt, weet je. En ik vind dat jullie het gewoon hartstikke goed doen. En als jullie een keer een jong talent willen helpen of zo, weet je, dan bied ik jullie hartstikke graag mijn netwerk aan voor die talenten, weet je wel. Als jullie dat echt aan willen committen, dat denk ik dat nou, zeker. Goed. Ik denk dat ik straks ervoor aan Geert. Ja. Dat is Geert. Dat zijn de mensen die ik nodig heb om die mensen als Rico te ontdekken. Die ontdek ik zelf ook niet, die ken ik niet eens. Nee. Dat zijn de mensen die dat doen. Dus Geert, straks even bijpraten. Okay, top, leuk. Paul, een laatste woord voor jou? Ja, ik ben het volledig met Omer eens. Nou, iedereen is hier gewoon met elkaar eens. We kunnen gewoon naar huis. Ja. Felix, zeg jij eens wat. Nee, ik heb een heleboel interessante dingen gehoord. Kijk, de betrouwbaarheid, dat is gewoon een kernbegrip in ons vak. Daar moeten we, dat is denk ik het grote onderscheid ook wat wij kunnen blijven maken met een sterk merk ten opzichte van de massa content en informatie die er te vinden is op het web. Dus contentcuratie of zo, je wil filtering. Hè. Filtering is gewoon iets wat wij per definitie moeten doen. Wat is het waard om verder verteld te worden en wanneer klopt het? En als het klopt, mogen wij ons stempel erop drukken. Ik denk dat dat iets is wat ons blijft onderscheiden op het moment dat wij niet meer het moeten hebben van de distributie. Want de schaarste is voorbij. Iedereen kan iedereen kan zijn eigen uitgever worden, maken natuurlijk. En zenden, et cetera. Dus als wij het brengen, dan moet er een toegevoegde waarde gevoeld worden bij het publiek. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat publiek, ja, dat is veelzijdig. Dus wij moeten, denk ik, onze mooie content op talloze verschillende manieren gaan wegzetten. Maatwerk, het is ook al benoemd. Daar hebben we dataprofielen voor nodig. En dat zal denk ik ons nieuwe uitdaging worden. Dank je. En er zit hier natuurlijk publiek. Wil iemand iets zeggen over de toegevoegde waarde die hij of zij vindt ontbreken, of juist dat AT5 heel veel toevoegt? Ik loop even naar jou toe. Oh, ik loop naar jou toe. Ik ben Helene Pronk, adjunct hoofdredacteur bij AT5, inhoudelijk voor de inhoud. En wat jij zegt, Felix, en daar zitten we volgens mij ook voor, is dat wij gewoon echt meer geld nodig hebben om bijvoorbeeld dagelijks op de Stopera te kunnen zijn. Natuurlijk moeten wij dagelijks op de Stopera kunnen zijn om daar verslag van te doen. Frank Eijsma is eindredacteur politiek en moet 3-4 dingen op een dag doen om ook nog en het gesprek met de burgemeester en parkpolitiek. Vincent van Rijn is politiek verslaggever. Komt er niet eens aan toe om echt helemaal zich te verdiepen in die inhoud op de Stopera. Het is heel belangrijk, maar we hebben daar echt veel meer budget voor nodig. Dus geld, geld, geld. Felix, wil jij reageren? Oh ja, je hebt geen microfoon. Advies in aanbouw anticipeert daarop. Nee, dat was...
Verder nog vragen uit het publiek, want anders gaan wij afronden. Nee? Oké, okay, dan gaan... Ja, toch nog een vraag? Ja. Ik kom naar je toe lopen. Ja, hallo, stel je even voor. Hi. Hi. Ik ben iets later binnengekomen, dus ik weet niet of ik iets zeg wat al gemeld is. Het gaat over AT5, maar ook over NH. Ja. Ik heb een vraag over een rol die weg is gevallen voor de regionale omroepen. En dat was namelijk om geld aan te kunnen vragen bij het Mediafonds voor cultureel hoogwaardige producties. Door de bezuinigingen is dat weggevallen en dat vind ik echt heel erg jammer. Want zeker in zo'n gebied als Amsterdam is natuurlijk heel veel hoogwaardige cultuur. Dus als daar geen geld meer voor is, wat zijn de plannen daarover? Is daar nog ruimte voor? Nou. We sluiten dit stuk af met een filmpje gemaakt weer door AT5 zelf. AT5 nu. En dan is het pauze met tafel die jij nog doet. Precies. Maar we gaan eerst even naar het filmpje kijken. Maar wat doet geld en roem met je als je zo jong bent? Is hij zakelijk echt zo bot als zijn vrouw ooit beweerde in een interview? Maar vooral, hoe krijgt hij al die mensen aan het dansen? Duncan Stutterheij. Op het moment dat daar één of twee jongens met grote slaghamers die vitrines aan dicht willen slaan, ja, dat maakt zo ontzettend veel indruk op die juweliers. Tientallen buurtbewoners zijn getuigen van een gewapende overval bij juwelier Jan Eef. Uitbundige en zonovergoten Canal Parade. Het is mijn eerste keer, maar vast niet de laatste keer. Een klein beetje dronken al om 1 uur. Ja, het verwacht ik ook van mijn mensen, hè, dat wij zijn alerter dan vorig jaar. Normaal alert, maar nu zijn we echt alerter. Dat hoort ook bij onze... Dankjewel. Even zwaaien, begrijp ik. Maar hoe vindt u het? We staan er al de hele dag. Oh, het is zo ontroerend. Het is zo mooi. Dat is de koning. Dat is de koningin. In de Jordaan. Het gaat om het idee. We moeten ook niet vergeten dat het allemaal, weet je, het heeft een bepaalde achtergrond. Gewoon allemaal samen zijn. Nederland is er voor iedereen. De koning is er dus voor iedereen. De koningin was er voor iedereen. Ga zo maar door. Wat gaan we 4 weken lang doen elke zondag? Ja, lekker eten althans. Jij niet. Jij moet alleen kijken helaas. Waarom loop je vandaag mee in de optocht? Afschaffing van de slavernij. Ben je daarmee opgevoed of is dat later gekomen? Ik ben eigenlijk mee opgevoed. Vier keer achter elkaar. Geef hem een geweldig applaus. Frank de Boer! Mijn oproep aan jullie is, wil je alsjeblieft het maagdenhuis verlaten? This is not a crime. I am most... I... No, no. I want... I'm here to debate with you and answer your questions. If you want the time and the room to debate amongst yourselves, and I go home, I go in my home immediately. We zijn hier om te spreken, niet om met hem mee te ontruimen. De burgemeester is hier om te spreken, te horen en in gesprek te zijn. Er staat een vrouwelijke agent bij. Ik zeg, is dat een hoofd? Zegt dat klopt, ja. Dus ik schrik met de kleren. Toen ben ik naar binnen gegaan, heb ik mijn broer geroepen. Die stond gehakt te draaien. En die is ook naar buiten gegaan, even wezen kijken. En toen was het ja, schrikken natuurlijk. Goedemorgen, u kijkt naar een extra live uitzending van AT5 in verband met de gesprongen waterleiding. Zoals u ziet is er een auto compleet weggezakt. Nou, wat er gebeurd is dat vanmorgen vroeg, waarschijnlijk voor 7:30, een waterleiding is geknapt hier vlak in de buurt. Klopt dat verhaal? Komen er inderdaad minder sociale huurwoningen door dat woonakkoord? Er zijn drie partijen hier aan tafel. Maar kunt u ook even antwoord geven op de vraag? Komen er minder sociale huurwoningen door dat woonakkoord? Wij gaan door het sociale huurakkoord komen er minder woningen. En dat is waarom wij zeggen, willen we er minder verkopen. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd zijn er drie partijen hier aan tafel die zeggen, wij moeten zorgen dat het aantal sociale huurwoningen niet minder komt. Dat het aantal... Als de vraag wordt gesteld aan de heer Paternotte of aan mij, bent u het eens met het woonakkoord, zeggen we ja. Als aan u wordt
gevraagd, bent u het eens met het woonakkoord, komt er een verhaal van 10 minuten. Zeg gewoon ja of nee. Dus bent u het eens met Samson? Ik vind het... Nee. Ik hoor het niet. Nee. Hallo? Hoi. Wat ruikt het hier lekker? Mogen we even binnenkomen? Aanbellen? Mag je naar boven? Ja. We bezoeken plaatsen waar je als het goed is niet 1, 2, 3 komt. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Zwoele Stad. Drukte is leuk en gezellig en ik denk dat het belangrijk is dat Amsterdam groeit en verandert. Over drukte gesproken? Ja. We horen elkaar weer niet meer. En je zegt drukte is leuk, ja, fijn dat maar het is, het kan soms ook heel veel overlast drukte geven. Drukte is geweldig! Natuurlijk, er zijn ook mensen natuurlijk die veel zwart geld hebben en allemaal dat soort dingen. Ze eten hier ijsjes en gooien soms papiertjes of lepeltjes weg. Ik wil dat die in de prullenbak gaan. Je hebt in West, in Oost, heb je overal mensen ertussen zitten die natuurlijk, ja, die natuurlijk gewoon kut zijn. Kappen nou hoor. Heeft u enig idee wat het woord guap zou kunnen betekenen? Wie? Guap, G-U-A-P. Guap. Nee. Nee, ik weet wel fuck you. Guap hebben. Ergens zin in hebben? Zeg ik iets doms? Guap. Doekoe, vloes, buit, ook wel bekend als geld. Bestuurders van Scoobies hebben de afgelopen tijd veel toebes gehad. Ja, de Scooby-bestuurders zijn zeker para. Toch is stadsdeel Centje niet spijker. Sinds oktober worden er zo'n 9 boetes per dag uitgedeeld aan kills en meids die hun Scooby fout neerzetten op het plein. Nou, er was een reactie dat wij ook wel geroosterd konden worden. Ja, toch dachten wij met de stelling, misschien is het wel goed om eens even te kijken of het nog wel salonveeg is, zo'n varken aan het spit. Hans Bij van Varkens in Nood. Is het barbaars, want dat is de stelling van vandaag, om zo'n varken nog aan het spit te hebben? Nou ja, vanuit de optiek van het varken lijken we zeker barbaars, ja. De ME is vandaag de hele dag bezig geweest met de ontruiming van de tabakspanden. Al vanaf 9 uur vanmorgen stonden tientallen ME'ers in de Spuistraat om de door krakers ingenomen panden leeg te halen. De politie heeft niks gedaan vannacht, dus ik neem aan dat er wel geluisterd gaat worden naar ons. Nou, dat bleek even verkeerd ingeschat, want op dat moment, 600 meter verderop, staat de ME al klaar om op te treden. En als dat gebeurt, ja, dan kan je wel uittekenen wat er staat te gebeuren. Spuitwagen? Check. Boze krakers? Check. Peloton ME? Check. Dan is het bijna surreëel als je midden tussen de rook, de losliggende stenen en de vele agenten plots twee Duitse toeristen uit hun hotel ziet komen. En die kennen dit scenario ook uit hun eigen stad. Sowas kennen wir eigentlich aus Deutschland auch. Starting Thursday, you can take a direct Uber taxi from Schiphol Airport to town. Currently, the Uber taxis are parked outside the departures terminal. Soon, they'll park with the other taxis outside the arrivals terminal. AT5 is van een traditionele lokale omroep uitgegroeid tot een van de belangrijkste journalistieke spelers op het gebied van online, social media en tv. AT5 heeft maandelijks 1,8 miljoen unieke bezoekers online, 400.000 Twitter-volgers en 120.000 vrienden op Facebook. Het is dan ook niet vreemd dat de AT5 in 2016 is verkozen tot het beste merk van Nederland tijdens de Social Awards, waarbij het gerenommeerde merken achter zich liet. AT5, echt Amsterdams nieuws. Ik heb er niks aan toe te voegen, heel mooi gemaakt door AT5. Ik wil de heren hier op het podium bedanken. We gaan nu even pauzeren en dan komen we na de pauze terug met nog een hele interessante... Ja, precies, dat zou ik zo gaan zeggen. Terug met nog een heel interessant gesprek, met een vervolgdebat, met nieuwe jonge makers.